Dick Schreuder, ik denk dat Katwijk vandaag geen enkele keer echt in de problemen is geweest, toch? Nee, helemaal niet. Ik denk dat we echt gedomineerd hebben, gecreëerd hebben. Dat we gewoon echt vandaag echt de baas waren. Ik vond dat we de laatste 10 minuten voor rust onszelf een beetje in slaap zusten door het baltempo wat minder. Ik denk dat hebben we in de rust gewoon goed aangehaald. En als je ziet hoe we na rust uit de kleedkamer komen weer, net zoals de eerste helft, de eerste 35 minuten, echt fantastisch. Had de score misschien alleen iets hoger uit moeten vallen nog? Nee, ja, tuurlijk. We hebben de kansen gehad. Die moet je dan wel maken. Aan de andere kant ben ik wel blij dat we tegen een ploeg die inzakt, die compact speelt, dat we gewoon zo goed hebben gespeeld en hebben gecreëerd. Dus daar ben ik wel heel erg tevreden over. En zeker na zo'n mooie emotionele week. Ja, ik kan me voorstellen dat het dan ook misschien wel juist lastig is om het vizier dan toch ook weer op het voetbal te krijgen. Juist omdat het zo'n emotionele week was en ook een emotionele fase natuurlijk bij de club is. Ja, natuurlijk. Kijk, als staf en als trainer denk je daar toch wel over na van hoe gaat de groep daarmee om. Uiteindelijk hebben wij het ook als staf neergelegd van dit is gewoon een hele mooie leerschool weer voor jezelf als mens, als speler, als winnaar. Hoe ga je ermee om? Hoe ga je met zo'n donderdag om waarin we hebben gezegd het telt niks, Achilles telt niet, één ding telt, dat is voor Sander. Uiteindelijk, hoe ga je daarmee om als het weer vrijdag is en als het zaterdag is? Nou goed, ik denk dat ze gewoon vandaag echt een fantastisch antwoord hebben gegeven. Ja, hoe kijk jij terug op die afgelopen week? Het is een soort hoogtepunt en dieptepunt tegelijk. Ik ken Sander natuurlijk gewoon als ik er goed van dichtbij. Ik heb ervan genoten. Ik heb hem ook zien genieten en dat doet mij gewoon goed. En als ik hem vandaag ook weer zie en als hij er dan toch zo over praat, dan denk ik dat we er met z'n allen heel erg goed aan hebben gedaan om aan mee te werken. En dat we nogmaals een grote compliment moeten geven aan misschien de hele voetbalamateurwereld, tweede divisie of welke club dan ook in de Bollenstreek en de organisatie en de club VV Katwijk. Voor afronden op mijn oor, dus ik wil er nog wat meer vragen, maar pak deze lijn maar, Menno. Ik ga nog even voor de camera nog wel even door. Kan ik gewoon nog even verder gaan? Ja? Oké, okay. Ik kan nog even doorgaan. Sorry. Oh, nee. Ja, want juist ook om wat ook aangaf de afgelopen week is dat het ook aangaf dat, ja, ondanks dat je concurrenten van elkaar bent met de andere clubs hier uit de omgeving, dat dan die sport ook wel weer verbroedert, dat iedereen ineens dan weer eensgezind is. Want ja, uiteindelijk is er niets belangrijkers natuurlijk dan de gezondheid. Nou ja, nou, dat klopt. En uiteindelijk heeft iedereen weer gezien dat het uiteindelijk toch weer kan. Maar goed, vandaag gaan we weer voetballen. En dan krijg je toch wel weer een soort strijd. Maar dat hoort bij het spelletje voetbal. En waarschijnlijk bij elke topsport wat er ook gebeurt. Rivaliteit is goed. En soms gaan mensen wat over de schreef. Nou ja, goed, dat wordt dan misschien weer bestraft. Maar uiteindelijk denk ik dat wij donderdag hebben gezien ook hoe het wel kan. In één woord, geweldig. Ja, uiteindelijk, ik kan me ook voorstellen dat juist zo'n situatie iedereen ook weer heel dicht bij elkaar brengt. Dat je als groep ook nog closer wordt met elkaar. Ja, goed. Ik denk dat onze groep al heel erg close is, omdat wij maken, kijk, voor de buitenwacht en de buitenwereld en mensen die Sander af en toe zien, is dit een beetje nieuw. Voor ons, wij zien hem vaker, we hebben elke dag hebben ze contact met elkaar, dus is dit speelt al veel langer. Dus daarbij denk ik wel dat als ik dan kijk hoe dat dan gaat, hoe dan ook weer zo'n avond gaat en ook weer zie hoe al die spelers met hem omgaan, maar ook met de situatie omgaan. Ja, vind ik dat gewoon echt heel goed om te zien en vind ik dat mooi om te zien. En ben ik des te trotser op hoe wij vandaag weer zo'n wedstrijd op de mat leggen. Hoe we dan zo spelen, zo kunnen domineren. Ja, dan denk ik echt dat de spelers gewoon heel ver zijn. Eigenlijk ben ik er gewoon super trots op om dat te zien. Want ik maak dat van dichtbij mee. En het is soms heel erg moeilijk. En als ik dan toch weer zie hoe ze trainen en hoe ze met elkaar bezig zijn. Nou ja, goed, dat vind ik geweldig.